Hij is nu een halve volwassen man, nog 5 jaartjes en hij is zo sexy als mij. Ik ben momenteel in Almere voor wel een hele toffe birthday bash. Hij is pas 16 jaar geworden en scoort hits na hits. Vanavond wordt het allemaal gevierd met een hele toffe line-up. Onder andere Mario Cash, Die Fellas, Lexus zag ik voorbij komen. Jij gaat mee, zeg let's go for Tour G. We'll come and pull up in a flip, you get me. Don't do it a flip, you get me. Die mannen zijn op niks, you get me. Mijn hele team gaat dik, you get me. Van harte gefeliciteerd, Tuur. Dankjewel. Je bent dan 16 geworden. Het wordt groots aangepakt. Dan ben ik heel erg benieuwd. Wat is nou het mooiste cadeau wat je vandaag hebt gehad? Ik zeg je eerlijk, het mooiste cadeau dat ik vandaag heb gehad, heb ik aan mezelf gegeven. En dat is? Een Renault Twizy heb ik van mezelf gekocht. Gewoon omdat het leuk is, omdat het kan. Turgi, je gaat ontzettend hard met je muziek. Het gaat super lekker allemaal. Je bent ook de jongste artiest die eigenlijk zoveel succes behaalt in Nederland als het gaat om de urban scene. Wat kunnen we van jou dit jaar allemaal gaan verwachten? Ja, sowieso. Het album is uitgekomen vorige week. Wij gaan gewoon heel veel muziek uitbrengen en zoveel mogelijk muziek maken, want het is echt leuk om te doen. Zijn er bepaalde artiesten met wie je dan ook heel graag zou willen samenwerken? Ja, Ronnie Flex, Lil Kleine, dat zijn wel mijn idolen, zeg maar. Ja. Waarom Ronnie Flex en Lil Kleine? Wat maakt hun nou zo bijzonder voor jou? Supergoeie artiesten, goede optredens, leuke interviews. Dat inspireert mij gewoon heel erg. Ik zie hier ook jongens staan als Die Fellas, Mario Cash, Lexus. Zag ik ook voorbij komen. Wat is jouw link met bijvoorbeeld Die Fellas? Ja, Die Fellas zijn gewoon mijn boys, man. Ik luister heel veel naar hun muziek, want ik vind het ook echt hard gewoon. Vals bezig? Ja, dat zijn gewoon jongens van de buurt. Vroeger waren sommige van die jongens zelfs dansers. En die waren in mijn clip Super Mario. Ja, ik vind Vals bezig ook gewoon heel goed zelf. Lexus! Ik kijk bijna elke vlog van Mr. Mav, Sexy Mav. Lex is ook vandaag aanwezig bij de birthday bash van Tuur G. Zeker. Tuur G, wat is jouw band met Tuur G? Het is gewoon mijn kleine broertje, kan je gewoon zeggen. Ik heb hem zien opgroeien. Hij is nu een halve volwassen man, nog 5 jaartjes en hij is zo sexy als mij. Als oudere broer, wat zou je hem kunnen adviseren om zich staande te houden in deze toch wel heftige scene? Altijd respectvol blijven. Laat het niet naar je hoofd stijgen. En trek je niets van de negatieve aandacht aan. Lees de comments op YouTube niet. Nee. Doe jij dat echt nooit? Jawel, maar ik kan ermee omgaan. Maar ik denk niet dat hij dat gaat kunnen sjouwen. Soms heb je gewoon het gevoel om te stoppen met alles waar ik mee bezig ben. En je wilt ze gewoon opsporen. Soms vind ik het wel grappig. Ja? Ik vind het gewoon grappig als ze over dingen over mijzelf zeggen. Ja, sommige zijn niet zo leuk, maar ja, zijn mening toch? Dan mag je het toch uiten. Doet het je niks? Nee, niet echt. Ik sta best wel sterk in mijn schoenen. Ja? Okay. Ja, man. Hoe blijf je gefocust? Ja, gewoon prioriteiten stellen. Sommige dingen zijn belangrijker dan het andere. Heel veel plezier en we blijven jou volgen uiteraard. Yes, dankjewel. Shout-out naar Phonix, Love, Jetlight. Daar zit ik dan met de boys van Die Fellas. Hoe gaat het, jongens? Ja, nog steeds arm maar gezond. Hoe kennen jullie Tuur G? Hij had ons benaderd voor een nummer. Ja. Toen heb ik hem gewoon leren kennen eigenlijk. Ik ken hem niet van daarvoor of zo. Wel super tof, want ik sprak hem net en hij zei: ik luister jullie muziek elke dag. Dat is wel mooi om te horen, denk ik, van zeker jong als Tuur G, toch? Ja, sowieso. Weet je, nadat ben ik ook een beetje gaan kijken naar wat hij allemaal doet. En ik zag, hij doet wel goede dingen. Dacht ik wel van ja, waarom niet? Gewoon werken. Tuur G is dus 16 geworden. Wat zou nou echt een mooi cadeau zijn voor Tuur G? Gouden Rolex. Ja, sowieso. Hij is 16 geworden, hè? Ja, toch. Het flexen begint vroeg. Jij bent het mee eens, Rolex? Ja, ik vind het wel best. Ja? Ik vind het wel best. Ik laat het op je regenen. Genoeg getallen in mijn zak, doe we regenen. Mijn bankrekening vol collegen. Heb je spullen van mijn plop, doe we wegen. Niet verwacht op de verjaardag van Tuur G. Hoe is jullie band eigenlijk? Vanaf way back hebben we al een goede band. En ik zie hem gewoon vanaf kleins af aan gewoon dingen doen wat niemand deed. Dus hij ging gewoon rappen als volwassen jongen, als kind af aan al. En ik vond dat gewoon dope. En ik ben hem gaan volgen, ik ben zijn broer gaan volgen en zo. Dat. En zo, we kenden elkaar al van de buurt een beetje. Dus dan zo zijn we naar elkaar gaan groeien. En ik kwam ook, Janderman had zo'n studio naast me in, wat ik ging gebruiken. En zo waren we vaker met elkaar. En zo was het ook wat meer gegroeid en zo, weet je. Kunnen we ook een featuring verwachten van Mario Cash en Tuur G? Dat kan binnenkort wel gaan komen, ja. Want we zouden het al lang gaan doen en zo. Maar door drukte en drukte en drukte is er niet echt veel van elkaar gekomen. Maar
het komt wel. Wat kunnen we dit jaar 2018 allemaal van Mario Cash verwachten? Sowieso mijn album. Kijk, en dat hoor ik dus heel graag. Je album. Wanneer kunnen we die gaan verwachten? Eindelijk, waar mensen al heel lang op wachten. Ja, maar ik kan er nog niet echt veel over verklappen, omdat het echt nog in de maak is en zo. Voor mij betreft heb ik al de helft af. Maar ik weet, als ik morgen weer de studio inga en ik maak weer een dope track, dan denk ik van, oh nee, deze moet er toch weer op. Of, snap je? Dus elke keer komt er gewoon wat nieuws bij en we kijken gewoon welke de beste periode is om het te droppen. En dan, ja, dan gooien we het gewoon. Daar zit ik dan met de boys van Vals bezig. Hey boys, verjaardag van Turgy. Ja, maar we zagen die man sinds hij jong was, zagen we hem altijd al. En nou, ja, niet zo lang geleden hebben we echt contact met die man gemaakt. En zijn we meteen de studio ingegaan. Hij heeft ons uitgenodigd voor zijn schrijverskamp. En daar is het zeg maar helemaal losgegaan. Maar we hebben een paar tracks gemaakt met die man ook. Wat vinden jullie nou van Turgy? Ja, ik vind hem gewoon een goede rapper. Gewoon. Hij is jong, dus hij kan nog overal komen. Laat me kort maar krachtig zijn. Hij is jong en lit. Hij heeft een soort van arrogantie, maar hij is nog steeds humble, snap je? Het is heel mooi om te zien. Gewoon een jong talent, snap je? En hij gelooft gewoon in zichzelf. Maar ja. Dat is het, ja. Dat is het. Jongens, dan even over jullie. Jullie zijn ontzettend druk bezig geweest de afgelopen tijd in de studio. En het goede nieuws is, jullie EP komt eraan. Onze EP komt er snel aan, hij is al af. Dus Soon on Top is binnenkort online. Hou ons in de gaten. En wees ready, ja, maar wees ready. Maandem is al uit, dus check. Maar de EP komt eraan, staan er wat featurings op? Deze is net als onze eerste EP. Okay. Alleen op onszelf gewoon, samen met producers gewoon, weet je toch? Die mannen die ons op dek hebben gewoon. Jongens, heel veel succes. De komende tijden, de shows, die blijven natuurlijk maar komen. Festivals komen eraan. Wij genieten van jullie en we blijven jullie volgen. Vals bezig. Sowieso, shout out naar Phonix, man. Phonix.